Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Alba Sign en Asta Casino. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Adenhard meer dan voetbal. Met in deze editie Rob Meppelink over de contacten van de jeugdopleiding met China. Directeur Jan-Willem Wicht roept sponsors op voor een nieuwe jeugdcomplex op de aftrap. Wethouder Rabien Baldeelsing over het huis van de sport in het Zuiderpark. En een impressie van het laatstgehouden ondernemersontbijt van ADO's Business Club. Na de overname vorig jaar van het bedrijf van Huey Wang van ADO Den Haag zijn er al heel wat contacten geweest tussen de jeugdopleiding van ADO Den Haag en China. We praten er kort over met Rob Meppelink, hoofd jeugdopleidingen van ADO Den Haag. Maar om te beginnen, voor dit seizoen heeft een jeugdteam van ADO Den Haag deelgenomen aan een bijzonder sterk bezet jeugdtoernooi in China. Ja, dat klopt. We hebben twee trainers daar werkzaam. Zijn nu terug, maar die hebben daar op een school gewerkt. Om die school te ontwikkelen in het voetballen. Er is ook een jeugdteam van ADO Den Haag al geweest op een fameus internationaal jeugdtoernooi in China. Ja, dat klopt. Ook heel succesvol. We zijn erheen gegaan, begin van de competitie. We zijn er derde geworden. Heel groot internationaal toernooi. Dus wat dat er gaat, zijn we volop bezig in China. Maar inmiddels heeft ook al een grote groep jeugdspelers uit China een stage afgewerkt bij ADO Den Haag op de aftrap. Ja, ze zijn vanuit die school, dezelfde school, zijn ze een maand hier geweest. Wij hebben ze getraind en gekeken van hey, als wij nou ze trainen en wij prikkelen de jongens op onze manier in de trainingen. Kijken of dat resultaat heeft en van hun en van ons uit is dat ook een succes geweest. Verder heeft ADO Den Haag een aantal jeugdtrainers nader opgeleid om in China voor een aantal maanden aan de slag te gaan. Ja, we zijn er al drie keer geweest. Ik ben drie keer in China geweest. De laatste keer in de Mongolia, een stad. En daar hebben we eigenlijk een plan op losgelaten van hoe wij denken om het voetbal daar, laat maar zeggen, gestalte te geven. En daar zit een uitvloeisel van dat we 10 trainers daarheen moeten gaan sturen. Wat zijn die jeugdtrainers daar precies aan het doen? Ja, goed, ze hebben daar natuurlijk nog geen competities. Dus ze willen het voetbal willen we promoten vanuit de school. He, dus de kinderen die daar zitten in verband brengen met het voetballen. En zo enthousiasmeren. En van daaruit structuur te gaan bouwen, competitie gaan neerzetten. Want dat is daar natuurlijk niet. Maar dit is de eerste aanzet daartoe. We waren onlangs aanwezig bij het start zijn van de nieuwe fase in de realisering van het nieuwe complex van ADO Den Haag jeugdopleiding in het Zuiderpark. Want directeur Jan-Willem Wicht, de contouren van dat nieuwe complex zijn al enigszins zichtbaar. Ja, toen we het contract ondertekenen waren we al begonnen met bouwen. De onderhandelingen met de bouwer liepen al langer. Groot vertrouwen over en weer. Het gaat hard en we hopen dat het zo hard blijft gaan. Geen strenge winter. Dan kunnen we april, maart hierin. Je moest de laatste paal hier monteren voor de begane grond. Lukte dat een beetje? Ja, als je gaat zeggen dat je handig bent, dan hang je eraan. Dus ik zeg dat ik niet weet aan welke kant ik een hamer moet vasthouden. Maar dit ging onder begeleiding van de bouwers prima. De bedoeling is dat alles gereed is dadelijk in maart, zeg maar april. Ja, het zou fantastisch zijn voor de jeugdopleiding. Ja, het is echt een enorme stap waar zo lang op gewacht is. Jij weet het ook, het kon niet meer. Het was echt op, het gebouw. Het heeft wel een charme, een oud gebouw. Dus op een gegeven moment houdt het echt op. En we zijn maar wat blij en trots dat het eindelijk gaat gebeuren. Ja. Zo'n bijeenkomst vandaag. Bijzonder dat ook heel wat sponsors bij je aanwezig zijn. Ja, sponsor van de jeugd is natuurlijk het mooiste eigenlijk wat je kan doen. Het is sympathiek. Je hoeft er nooit vervelende vragen over te beantwoorden. Je kan het ook nog onder het maatschappelijk front het ondernemers schrijven. Dus ja, sponsoren laat je zien hier. Je praat uit ervaring. Ik ben jarenlang met mijn bedrijf hoofdsponsor van de jeugd geweest. En dat is echt, echt uniek. Er lopen heel veel elftalletjes rond die landelijk spelen. Dus ja, je naam zwerft over heel Nederland uit, elk weekend weer.
Je had het ook over even een naamgeving van het complex, maar ja, de aftrap, dat bestaat toch wel? Maar er kan misschien nog wel een bedrijfnaam aan geplakt worden, dus dat is het overdenken zeker waard. Natuurlijk was bij deze bijeenkomst ook aanwezig de Haagse sportwethouder Rabien Baldeelsing. In zijn woord vooraf in de kantine van HDV benoemde hij het Zuiderpark als de groene longen van Den Haag. Het Zuiderpark zijn de longen van onze stad, inderdaad. Het is zo prachtig groen hier. Altijd geweest, bijna 100 jaar. En daar zijn we natuurlijk ook trots op. Er gebeuren heel veel dingen hier zo. Maar tegelijkertijd wat je dus ziet met zo'n complex als die van de aftrap. Dat wat er gebeurt met de sportcampus Zuiderpark. De hele herinrichting van het complex voor WIC en voor HDV. En hierachter het zwembad en de atletiekbaan. Dan kan je niets anders concluderen dan dat dit stukje Den Haag het kloppend hart is, zeg maar, van sportief Den Haag. En ik ben ontzettend trots om vandaag hier aanwezig te zijn en namens de stad eigenlijk de handeling te verrichten om een stukje historie nog neer te zetten. En dat is dat de aftrap gewoon een mooie toekomst tegemoet treedt. U noemde het even een reanimatie van de aftrap. Ja, eigenlijk is het een reanimatie. Ja, omdat ik dacht, het kloppend hart en zo. Nee, maar kijk, we hebben moeilijke tijden gehad. Het was ook even de vraag hoe nu verder met de aftrap. Nou ja, vanuit de kant van het gemeentebestuur hebben we gezegd, nee, wij staan er ook voor aan de lat. ADO doet fantastische dingen met voetbal in het Kyocera stadion. Maar ADO is ook in de maatschappij. ADO is van ons. Wij zijn ADO wat mij betreft. ADO geeft de stad een identiteit. Het gevoel van trots samen stad zijn. Nou ja, dan vind ik niet dat je je afzijdig moet houden als politiek, als gemeentebestuur. Je moet erbij blijven, je moet er ook voor aan de lat staan. Dus we staan hier, we hebben net de handeling gedaan. En dat betekent gewoon dat we hand in hand gaan koersen om dit stukje verder te ontwikkelen. En dat betekent dat wij dus nu al investeren in de toekomst van voetbal. In de toekomst van ADO, maar ook van onze stad. Want hier gaat het gebeuren als het gaat om de jeugdopleiding. En natuurlijk de trainingsfaciliteiten die er zijn. Het is een fantastische plek. En als de voorzieningen goed zijn, als alles goed meewerkt. Nou, dan komen we heel erg ver, ook in de eredivisie. U noemde al prachtige faciliteiten hier in het Zuiderpark. Iedereen heeft het over de sportcampus. Hoe noemt het eigenlijk het Huis van de Sport? Ja, kijk, het staat bekend als de sportcampus Zuiderpark. Maar ik heb u net gezegd wat de kracht hier is van dit stukje Den Haag. Voetbal komt hier. Met de campus komt van turnen tot judo. Een topsporthal zit erbij. Beachvolleybal komt erbij. Maar nog belangrijker misschien ook de opleiding. Hè? Op hoog niveau, op hbo-niveau zeg maar. Dan denk ik van, nou ja, als je dit alles bij elkaar geconcentreerd hier houdt. Dan is het huis van de sport. En in het huis gaan wij verder bouwen. En wat gaan we bouwen? We gaan bouwen dat sport Den Haag sterker maakt. We gaan bouwen aan die sport in alle facetten die het heeft. Hè? Van beachvolleybal tot judo, van voetbal tot turnen, om het maar even zo te zeggen. Dus je kunt niet anders concluderen dan dat dit het huis van de sport is. En dus het kloppend hart van onze stad als het gaat om sportieve activiteiten. Vanaf hier gaat de komende periode het verschil gemaakt worden. Voor onze stad en voor heel veel clubs. Ik ben er ontzettend trots op. De businessclub van ADO Den Haag haalt haar leden weer eens bijeen. Vroeg in de ochtend voor een ondernemersontbijt. Maar voordat men aan het ontbijt kon, werd eerst de kennis getest van alle aanwezigen in een heuse sportquiz. We waren erbij. Kijkt u naar een korte impressie. Een voetbalquiz op het ondernemersontbijt van ADO Den Haag. René Baggerman, die zat in het winnende team. De vroege ochtend, een quiz. Hoe was dat? Ja, voor mij wel wennen. Ik ben helemaal geen ochtendmens, Tom.
Maar ja, goed, ik vond het leuk georganiseerd. En we waren ineens bij de eerste tussenstand, werden we fanatiek. Dus ja, dat maakte ons de winnaar, want we gingen goed nadenken. Jullie werden de winnaar. Hoe was de inbreng van René Baggerman zelf? Ja, wat denk je zelf, Tom? Nee, ik wist best wel redelijk veel. Maar ik had nog twee mensen bij me die ook heel veel wisten. Champions League, kijk je er veel naar? Alle wedstrijden, ja. Kijk ik graag naar, laat ik zo zeggen, bijna alle wedstrijden. En vraag naar die Swisskanalen, dus dat je alle doelpunten achter elkaar te zien krijgt van alle wedstrijden die op dat moment gespeeld worden. Je merkt ook tijdens zo'n quiz toch een stukje spanning op een gegeven moment. Iedereen wil toch wel eerst worden, zeker na toen de tussenstand bekend werd. Ja, dat wil ik zeggen, die tussenstand werd bekend en op een gegeven moment heb je het gevoel, hé, dat is ook wat, we staan bij de eerste drie. En dan ga je gewoon toch dat wedstrijdelement krijgen dat je ja, toch wil winnen. Nou, dat is leuk aan sport. Winnen is winnen voor mij. Of het nou klaverjasje is, of een quiz, of voetballen. Ik vind winnen is voor mij belangrijk. Was er dan nog een vraag bij die de anderen in jouw team niet wisten, die jij wel wist? Ja, daar waren wel vragen bij, ja. Ja. Daar moet ik even goed nadenken over. Die Mexicaan, die wist ik. En de trainer van Heracles werd gevraagd. Hoe heet die trainer? Huub Stevens. Ja, die wist ik. Ja, dat mijn tijd, hè. En ik had het jongere mensen na te zitten. Dus de oudere tijd wist ik. En de jongere tijd wist vooral Onno in mijn team. Samenvattend, vond je de quiz makkelijk, moeilijk of het ging wel? Nee, ik vond het niet makkelijk. Nee, het waren echt wel specifieke vragen. Dus wat dat betreft ook een beetje gok af en toe. Nee. Dus nee, ik vond het zeker niet makkelijk. Wat hebben jullie als prijs gewonnen? Ja, ledboarding. Of ledboarding on TV. Bij een wedstrijd van Adel Haag tegen Willem II. Dus dat is hartstikke leuk. Kan ik mijn bedrijf promoten. Zo is dat, dat was fijn voor het bedrijf. Ja, het is toch business to business wat we hier doen, toch? Bij ADO. En als je dat kan winnen en dat is ter beschikking gesteld, geweldig. En met het ondernemersontbijt zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van ADO Den Haag meer dan voetbal. Hartelijk dank voor uw aandacht. Graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Alba Sign en Asta Casino.